landschapsonderzoek gingen doen, één op één. En dat wij in het gebied aan de gang zouden gaan met verwanten, echt het zoeken naar de verwanten. De 1500 mannen die waren geselecteerd voor dat 1-op-1, het autosomale onderzoek, hebben een brief gevraagd, gekregen, waarop gevraagd werd van meld u zich en u mag vrijwillig daar DNA aan staan. In november 2017 zijn collega's van het onderzoek Verstappen aan de deur geweest van deze man. De eerste keer dat wij er waren, werd er niet open gedaan. De tweede keer ook niet. Collega's hebben toen een brief in de bus gegooid met wat contactgegevens in de hoop dat er contact tot stand zou komen. Dat gebeurt ook. Enkele weken later neemt er een familielid van de verdachte telefonisch contact op met ons en er werd aangegeven dat deze man reizende is in Frankrijk. Vanwege zijn werk als organisator van bushcrafttochten verblijft hij regelmatig buiten Nederland. Zijn familie geeft op dat moment ook aan ons dat hij in 2018 in maart naar Nederland komt en dan vrijwillig DNA wil afstaan. Zoals u nu ziet, en inmiddels ook heeft kunnen begrijpen, is dat niet gebeurd. Voor zover wij nu weten, is hij niet meer teruggekomen naar Nederland. En nadat de personen in zijn omgeving het nog lukte tot half februari contact met hem te hebben, is dat vanaf half februari 2018 niet meer gelukt. Aan zijn familie heeft hij aangegeven een wandeltocht te gaan maken door een Vogezen. Ieder spoor en ieder teken van leven ontbreekt vanaf dat moment. In april doet de familie, en dat is ook al eerder aangehaald, aangifte van vermissing. Zijn laatst bekende verblijfplaats op dat moment is een chalet in de Franse Vogezen. Een ander politieteam start in april 2018 een onderzoek naar de vermissing van deze man. Op dat moment is hij in ons onderzoek nog steeds geen verdachte. Het team dat het onderzoek doet naar de vermissing, dus dat zijn wij, zijn wel op de hoogte gebracht van die vermissing en wij zijn ook wel met deze collega's opgetrokken. We staan nauw in contact met elkaar, maar de handelingen die men verricht opereren wij ook los van elkaar. En ja, dan krijg je dat op een gegeven moment beide onderzoeken samenkomen in de match op het DNA en dan krijg je echt een 1-op-1 match op onze man. Wat hebben wij nodig? Wij hebben u nodig. En ik ga u vertellen waarom we u als publiek nodig hebben. Na 20 jaar is er een enorm belangrijke doorbraak in het onderzoek. Met ons zit de familie ook echt te wachten van wat en nu hoe verder. Wij zijn ons als team bewust van dat het vinden van die donor nog geen antwoord geeft op de vragen die wij hebben. Wij hebben namelijk de vragen, wat is er de laatste uren gebeurd? Zolang wij die man niet hebben, hebben we dat antwoord niet. 12 juni, omdat we ondertussen deze man als verdachte hebben aangemerkt, is de man op een Europees aanhoudingsbevel gesignaleerd in heel Europa. Wij hebben met het onderzoeksteam in de Franse Vogezen met de gendarmerie een doorzoeking gedaan in het chalet waar hij tot op dat moment was geweest. Na dat bezoek zijn goederen in beslag genomen en zijn wij weer verder gegaan met het onderzoek. Er zijn mensen uit de omgeving van hem gehoord. Wij hebben de relevante gegevens en goederen die hij heeft achtergelaten in beslag genomen, onderzocht en geanalyseerd. Alle opsporingshandelingen zoals ik ze nu vertel, lopen tot op dit moment op de dag van vandaag gewoon door. Onze prioriteit ligt bij het vinden van deze man. Het aanhouden en het vinden van deze man. Wat nog van belang is om te melden, en we hebben dat ook al eerder in de pers gemeld, is dat we meerdere sporen hebben. Dat is ook een reden waarom het grootschalig onderzoek voor het uitsluiten van meerdere sporen en het vinden van mensen die daar iets over kunnen vertellen, blijft doorlopen. We willen namelijk weten wie de donoren zijn van die andere sporen. Dus er gaat na dit moment gaan nog steeds mensen benaderd worden om sporen of DNA vrijwillig af te staan. Op dit moment hebben er meer dan 16.000 afgenomen. Maar wij willen als onderzoeksteam een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de personen die die sporen hebben achtergelaten en in het onderzoek van belang kunnen zijn.
Zoals al door de hoofdofficier werd gezegd, de ontwikkeling die we met u delen is niet het einde van het onderzoek. Integendeel, het is het begin van een gericht strafrechtelijk onderzoek en speurtocht naar de verdachte. Wij gaan ervan uit dat de man nog in leven is. Al ons onderzoek is erop gericht de man te vinden, aan te houden en hem te verhoren, zodat we hopelijk antwoord krijgen op datgene wat iedereen zich afvraagt. Wat is er in de laatste uren gebeurd met Nicky? Gedurende het onderzoek hebben we steeds meer informatie gekregen die erop wijst dat de man voorbereidingen heeft getroffen om langere tijd onvindbaar te zijn. Het is ons, na 2 maanden intensief onderzoek, niet gelukt om hem te vinden. Daarom doen wij een beroep op het publiek. Wij zijn op zoek naar Jos Brecht, 55 jaar oud. En dit is de man die wij verdenken van de betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. In 1998 was hij 35 jaar oud en woonde hij in Simpelveld. Hij was actief bij de scouting en heeft enige jaren op een peuterspeelzaal gewerkt. Hij is in 1985 in beeld geweest voor de zedenfeit. Wij weten niet meer wat de systemen zijn geschoold, wat voor feit het is. Het enige wat wij kunnen terugvinden is dat het feit toentertijd voorwaardelijk, dat feit geseponeerd is. Ander onderzoek in al onze registraties hebben niet opgeleverd, hebben geen andere feiten of andere zaken opgeleverd dan alleen dit feit. Zoals ik heb gezegd, is hij de laatste jaren actief geweest in de wereld van bushcraften. Bushcraften is een manier om in de natuur te kunnen overleven met datgene wat voorkomt in de natuur. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en was daarom ook zelf regelmatig op reis. Wij vragen uw hulp bij het vinden van deze man. Dat is ook de reden dat de man vanaf vandaag op de nationale opsporingslijst staat en al onze inspanningen erop gericht zijn hem te vinden. Peter, het woord is aan jou. Goedemiddag, dames en heren. Namens Peter en Bertie Verstappen en hun dochter Femke wil ik hier een paar dingen zeggen. Het is vandaag een heel bijzondere dag. Een emotionele dag ook. Een dag waardoor de familie heel lang naar is uitgekeken, maar tegelijkertijd enorm tegen is opgezien. Op 10 augustus, 12 dagen terug, was het 20 jaar geleden dat Nicky Verstappen tijdens een jeugdkamp verdween en dood werd teruggevonden. Sindsdien werd bij de familie Verstappen elke dag beheerst door de gedachte aan hun zoontje. Aan zijn laatste momenten, zijn angst, zijn dood, de onbekende dader. En er is sindsdien ook geen dag voorbij gegaan zonder dat Peter en Bertie, en in een later stadium ook hun opgroeiende dochter Femke, een moeizame strijd hebben geleverd om de bittere waarheid boven water te krijgen. Een strijd die dus 20 jaar heeft geduurd. En in die 20 jaar hebben zij steeds gebalanceerd tussen hoop en wanhoop. Veel daarvan is verborgen gebleven. Voor u onzichtbaar geweest. Maar het was er al die tijd. En ik kan u daar nu iets meer over vertellen. Aanvankelijk, in de eerste jaren na de moord, werd het politieonderzoek door de politie met enige onvrede gevolgd door de familie. Was wel alles gedaan wat noodzakelijk was. De contacten met de politie verliepen nogal stroef. Later veranderde dat. Vanaf 2001 is er tussen de familie en het Openbaar Ministerie en de politie in Maastricht veelvuldig contact geweest. Minimaal 1 keer per jaar, maar als het nodig was vaker, kwamen zij bij elkaar om met de zaaksofficier en de recherchechefs de vorderingen en resultaten openhartig te bespreken, te overleggen over andere tactieken, te brainstormen over nieuwe mogelijkheden en kansen.
af en toe was er in die bijeenkomsten sprake van een sprankje hoop, optimisme. Was er kortstondig zicht op een doorbraak, dacht men. Maar meestal overheerste bij de familie toch de vertwijfeling, de angst dat de zaak nooit zou worden opgelost. En eind 2011, na 13 jaar vruchteloos speurwerk, leek het er bovendien op alsof het dossier zou worden gesloten. De zaak werd formeel overgedragen aan het cold case team, dat in de praktijk het omvangrijke dossier voornamelijk zou beheren, zonder dat er nog echte opsporingsactiviteiten zouden plaatsvinden. Dat mocht niet gebeuren. In 2012 is de familie toen onder meer door tussenkomst van staatssecretaris Fred Teven in contact gekomen met Rocher Bos, de toenmalige hoofdofficier van justitie in Maastricht. En tijdens die ontmoeting, dames en heren, oog in oog met Bertie en Peter Verstappen, heeft Rocher Bos toen beloofd dat hij nog één ultieme poging zou doen om de zaak op te lossen. Letterlijk zei de hoofdofficier dat hij tot het gaatje zou gaan. En toen, op dat moment, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk de eerste stap gezet naar het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. De familie Verstappen was natuurlijk opgelucht over deze toezegging, maar durfde er nauwelijks op te vertrouwen. Er waren al zoveel teleurstellingen en tegenvallers geweest. Er waren inmiddels 14 jaar verstreken, de kans op een oplossing werd steeds kleiner. Maar hoofdofficier Bos hield woord. In het diepste geheim werd er een groot rechercheteam opgetuigd, een zogenaamd embargo-team, dat op een geheime locatie in het land aan de slag ging. Het gigantische dossier, honderden ordners, moest geschoond en gedigitaliseerd worden. Ferdinand Schellinghout zei het al. Rechercheurs moesten zich inlezen, regel voor regel. Er werd nieuw forensisch onderzoek gedaan, expert meetings gehouden, oude en nieuwe getuigen gehoord, verse tips nagetrokken, noemt u maar op, het gebeurde allemaal. En ook met hoofdofficier Bos werden vanaf dat moment talloze besprekingen gehouden waarin de familie werd bijgepraat en betrokken bij het onderzoek. Ook bezochten Peter en Bertie meermaals de locatie van het embargo-team en werd persoonlijk kennis gemaakt met de rechercheurs. Dat was natuurlijk positief. Maar het was zwaar voor de familie dat er op de besprekingen uiteraard een zware geheimhouding rustte. Jarenlang hebben zij met familie, vrienden, buren en ook de zeer betrokken media niet kunnen delen wat zij wisten. Niet kunnen vertellen dat er door het rechercheteam op volle kracht aan de zaak werd gewerkt. Niet kunnen prijsgeven wat er op stapel stond of al was bereikt. Maar ondanks al die mankracht en inzet verstreken ook nu de jaren en het ongeduld bij Peter en Bertie Verstappen nam toe. De rechercheurs, de mannen en vrouwen onder leiding van recherchechef Ferdinand Schellinghout, verrichtten ondertussen monnikenwerk. De klus was gigantisch, veel groter dan iedereen aanvankelijk dacht. En dat er tot het gaatje zou worden gegaan, wilde niet zeggen dat alles zomaar was geoorloofd. Er moest voor het DNA-verwantschapsonderzoek toestemming uit Den Haag komen. De Centrale Toetsingscommissie, het College van Procureurs-Generaal, de minister persoonlijk. Het kostte allemaal tijd. Ondertussen werden andere geruchtmakende, langdurig onopgehelderde moordzaken wel opgelost met behulp van DNA. Andrea Lute uit Ruinen, Marianne Vaatstra uit Zwaag-Westeinde, Alex Wiegmink op de postbank, Milika van Doorn uit Zaandam. Peter en Bertie Verstappen, dames en heren, kennen de meeste nabestaanden in deze moordzaken persoonlijk. Zij maken immers gezamenlijk deel uit van de denkbeeldige vereniging waar niemand ooit lid van wil zijn. Ouders van een vermoord kind. De oplossing van die moorden gaf hoop, maar was ook confronterend. Heel dikwijls hebben Peter en Bertie mij in de loop der jaren mismoedig gevraagd: wat denk je? Zou de moord op onze Nick ook nog ooit worden opgelost? Kan dat nog wel na 14 jaar? Na 16 jaar? Na 18 jaar? De toestemming voor het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek, die kwam er, dat weet u.
Maar sinds de belofte van hoofdofficier Bos in 2012 waren er wel weer 6 lange jaren verstreken. Die voor Peter en Bertie Verstappen gevoelsmatig, elke dag, elke slapeloze nacht, de oplossing verder uit zicht brachten. Maar dit jaar bent u er getuige van geweest dat dit DNA-verwantschapsonderzoek daadwerkelijk plaatsvond. En hoewel Peter en Bertie Verstappen, een ieder, enorm dankbaar zijn, en ik zeg dat met nadruk, dat ze een ieder enorm dankbaar zijn die heeft meegedaan of meegewerkt aan dit DNA-onderzoek, wil de familie hier niet verhelen dat het ook een aanslag op haar toch al gesloopte incasseringsvermogen was, dat een paar duizend mannen niet de moeite wilden nemen om de moord op een 11-jarig kind te helpen oplossen. Maar het was gelukkig niet zo dat het rechercheteam de mannen die weigerden of niet opkwamen dagen, links liet liggen. Nee, het rechercheteam van Ferdinand Schellinghout was daarop gespitst en liet niet los. Ene Jos Brecht uit Simpelveld, die wel oproepen had gekregen, maar niet kwam opdagen en nergens op reageerde, bleef daarom hun belangstelling houden. En ja, dames en heren, toen kwam de 9e juni, nu 2,5 maand geleden. Peter en Bertie werden op die zaterdagochtend thuis gebeld door de familieregisseurs José en Gijs, met het dringende verzoek of zij zo snel mogelijk naar de locatie van het rechercheteam konden komen. Op zaterdagochtend, zo snel mogelijk. Het belletje leidde tot kippenvel en emoties. Dit kon immers maar één ding betekenen. En 2 uur later opende recherchechef Schellinghout de bijeenkomst inderdaad met de mededeling: we weten wie het is. We hebben een 100% match. Om eraan toe te voegen, zoals ook vandaag hier gezegd is, we weten alleen niet waar de verdachte is. Een doorbraak, een naam, een gezicht, eindelijk. Maar ook pijn en nieuw verdriet. Eén fragment daarvan, uit die bijeenkomst, wil ik hier nu met u delen. Na de uitleg van Ferdinand Schellinghout vroeg Bertie Verstappen zachtjes: is er een kans dat Nicky de dader heeft gekend? Nee, antwoordde de recherchechef, daar ziet het niet naar uit. Dus het was een vreemde, vroeg Bertie voor de zekerheid. Ja, luidde de bevestiging. Oh, zei Bertie met verstikte stem, dat vind ik heel erg. De aanwezigen keken haar een moment vragend aan. Ja, lichtte Bertie toe, dat betekent dat onze Nick nog banger moet zijn geweest. Een man die hij niet kende, in zijn laatste ogenblikken. Die gedachte vind ik onverdraaglijk. Er viel een lange stilte. En het bevestigde mij dat elke stap voorwaarts, elke nieuwe fase in een moordonderzoek als dit, ook tot nieuwe verschrikkingen leidt bij de nabestaanden. Dit was op 9 juni, dames en heren. En daarna kwam misschien wel de zwaarste beproeving voor de familie Verstappen. Vanaf dat moment leefde zij met een brisant geheim. Terwijl familieleden, vrienden, plaatsgenoten en media regelmatig informeerden of de politie eigenlijk nog bezig was. En zij wilde het nieuws wel van de daken schreeuwen. Maar dat kon niet, dat mocht niet. Zij moesten zwijgen. Want niemand, geen mens, mocht weten dat er een doorbraak was. Een 100% match. En dat er op dat moment al koortsachtig werd gezocht naar de verblijfplaats van een concrete verdachte. Naast blijdschap leidde dat ook tot frustratie. 20 jaar hebben we moeten wachten, verzuchten Peter en Bertie. 20 jaar heeft die man gewoon openlijk overal rondgelopen, voor iedereen zichtbaar, en kon hij bij wijze van spreken elke minuut opgehaald worden. Maar uitgerekend nu, juist nu er een match is, is hij spoorloos. Dat was heel zwaar te verteren.
En het was de bevestiging van het feit dat in de zaak van Nicky Verstappen nu eenmaal niet vanzelf gaat. En voordat ik daar nog iets over zeg, wil ik namens de familie Verstappen eerst oprechte dankbaarheid en enorme waardering uitspreken voor het feit dat politie en justitie 20 jaar lang nagenoeg onafgebroken aan de oplossing van de moord op hun zoon Nicky hebben gewerkt. Dat zij vol hebben gehouden. Dat hoofdofficier Bos zijn belofte waar heeft gemaakt. Dat Ferdinand Schellinghout en zijn gedreven rechercheurs alles op alles hebben gezet. Evenals de mensen van het NFI, de diverse officieren van justitie en recherchechefs die de afgelopen 20 jaar op de zaak hebben gezeten. En alle andere deskundigen, zoals de DNA-experts uit het team van Marianne Vaatstra uit Friesland, die ook hier in Limburg een steentje hebben bijgedragen. Maar ook gedragsdeskundigen, entomologen, geografische profilers, rechtspsychologen en tientallen andere functionarissen. Dat, dames en heren, verdient bewondering. Dat was werkelijk formidabel. De vraag of alles was gedaan wat nodig was, waarvan het antwoord rond het jaar 2001 nog ter discussie stond, kan nu volmondig met ja worden beantwoord. Namens de familie, iedereen, heel veel dank daarvoor. Maar, dat gezegd hebbende, we zijn er nog niet. Het laatste, misschien wel ultieme puzzelstukje, moet nog worden aangelegd. De verdachte is bekend. We weten wie hij is, hoe hij eruit ziet. Maar hij moet nog worden opgespoord, aangehouden en berecht. En ik kan hier vandaag niet genoeg benadrukken hoe ongelooflijk belangrijk het voor de familie Verstappen is dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Deze man mag de dans niet ontspringen. Hij mag niet ontkomen. Hij moet zich verantwoorden. Het recht moet zijn loop hebben, nu we zo dichtbij zijn. Gisteravond zei Bertie Verstappen tegen mij, als deze man de moordenaar is, heeft hij het leven van onze Nick afgenomen. En hij heeft het leven van ons, Peter, Femke en Bertie Verstappen, kapot gemaakt. En zo is het. En daarom vraag ik namens de familie? Nee, ik vraag het niet. Ik smeek het. Ik smeek namens de familie dat een ieder die iets weet, die iets kan bijdragen aan de opsporing van deze man, hoe gering ook, zich meldt en spreekt. Alsjeblieft, help mee. Zorg dat hij wordt gepakt. Voor Nicky. Voor Peter, Bertie en Femke Verstappen, die hier al 20 jaar op wachten. Ik heb het over de moord op Nicky al vaker gezegd, dames en heren, en ik herhaal het hier vandaag tot slot. Bedenk dat u in een zaak als deze nooit een alibi heeft om te zwijgen. Dank u wel. Ja, zag Peter R. de Vries, die namens de familie Verstappen sprak tijdens de persconferentie over de doorbraak in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. En verslaggever Martijn Wink, die is ook in Maastricht bij het politiebureau. Ja, Martijn, een 1-op-1 DNA-match met een man van 55 in deze zaak, maar deze man is dus spoorloos. Ja, ze weten dus 100% zeker dat dat zijn DNA was.